Wat ik heel erg leuk vond was het feit dat deze studiereis door studenten wordt georganiseerd. En dat we allemaal ons eigen netwerk hebben aangesproken om deze bedrijven te mogen bezoeken. We hebben een unieke inkijk bij de bedrijven gekregen. Een unieke inkijk in de Braziliaanse cultuur. Ik denk dat me dit heel lang bij zal blijven en daar ben ik ook wel dankbaar voor. Het doel van de reis is om studenten meer bewust te maken van vak International Business. Wat we vandaag ook al gezien hebben is aan de hand van een paar one-liners toch al vrij snel duidelijk krijgt waarom bepaalde dingen anders gaan in dit land. Daar krijgen we natuurlijk heel veel theorie al over en nu kunnen we ook het een beetje ondervinden. Wat ik zelf als heel prettig heb ervaren is dat we de eerste dag dat we hier waren, de maandagochtend, gelijk 3 uur college hadden op Insper. Daardoor hebben we eigenlijk een goed beeld gekregen van het land Brazilië. En daardoor konden we zagen we een heleboel dingen terugkomen bij de bedrijfsbezoeken en konden we ook gerichte vragen daarover stellen. In een Nederlandse context neem je alles makkelijk voor lief, ga je er niet over nadenken. Hier leef je op een wat andere dimensie. Hier leef je wat dieper en je gaat als het ware wat je ziet, ga je meteen koppelen aan raamwerken. Dat brengt een probleem met zich mee. Praktisch gezien brengt in Brazilië het probleem mee dat er infrastructuur totaal niet berekend is op die enorme middenklasse die er is. En wat wij ook zelf ervaren, dat alle trips 2 keer zo lang duren dan we verwachten. Het overal veel drukker is dan we verwachten. Op die manier hangt het allemaal met elkaar samen natuurlijk door ontwikkeling van havens. Probeer ze daar goede infrastructuur op te bouwen, zodat er weer geproduceerd kan worden. Dat er uitgevoerd kan worden en dat zorgt weer voor economische activiteit. Als je hier rondloopt en de colleges krijgt, dan krijg je echt een indruk hoe gigantisch het land is. En dat lijkt me ook wel een uitdaging bijvoorbeeld voor een regering om economisch beleid te maken. Zeker dat er ook hele grote verschillen in regio's zijn. Nou, het valt me op dat er toch wel veel verschil is tussen rijk en arm. Je ziet wel echt de mooie gebieden waar alles helemaal goed is opgemaakt, maar je ziet toch ook wel veel armoede op straat. En ieder heeft denk ik ook zo zijn eigen specifieke aanpak nodig. De laagste laag in de bevolking, die heeft wel behoefte aan kwaliteit en kom hier dus niet aan met hele goedkope producten. Je kan hier wel degelijk goede kwaliteit producten verkopen. En wat ons opgevallen is dat er gewoon nog heel veel onbenutte potentie in dit land ligt. Wat je ook wel ziet is de grote mate van creativiteit en veel kunst, graffiti overal op de gebouwen. Dat viel me wel op. Ik denk dat we hier met heel veel plezier op gaan terugkijken. We hebben uiteindelijk een hele mooie mix van ontspanning, maar ook we hebben heel veel geleerd. De gastvrijheid die ons in alle bedrijven te deel is gevallen, is misschien typisch Braziliaans, maar is echt een fantastische ervaring. Misschien nog wel voor Nijrode om een opleiding te starten hier in São Paulo, want er was behoefte aan goed geschoold personeel, dus daar kunnen we zeker bij helpen.